17 maart 1922. 17 maart 2022. Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat Loge Volharding nummer 6 is opgericht. De Loge is een organisatie die haar leden naar een hoger spiritueel en ethisch niveau brengt. Volgens Max Geldorp, secretaris van Loge Volharding nummer 6, is het bereiken van 100 jaar een bijzondere mijlpaal die met heel veel hoogte en dieptepunten is bereikt. Gewezen Grandmaster Orlando Dulder legt uit dat mechanisme vooraf is gegaan aan Loge in Suriname. Om 100 jaar te bereiken was heel moeilijk. We hebben heel moeilijke tijden meegemaakt. We hebben goede tijden meegemaakt en tegenwoordig is het een beetje gedropt. Maar voor 100 jaar is heel wat voor mij, dankzij de vorige grondleggers, dat we dit nog hebben. Nou, op maandag aanstaande, 21 maart, hebben we dan een feestvergadering. Waarbij we dan alle broeders en zusters van de loges, je hebt hier district 1 en district 2, daar komen ze bij elkaar, zodat we een feestvergadering kunnen houden. Verder staat op het programma dat we dan een lezing zullen organiseren voor de gemeenschap, een open huis hebben, zodat de gemeenschap bij betrokken wordt met de handelingen van de loge. We praten vandaag over 100 jaar Volharding 6, maar er was een kleine discussie, is het 100 jaar mechanisme in Suriname, weet je wel, of is het 100 jaar Volharding 6? En om dat onderscheid te maken, is het inderdaad 100 jaar Volharding 6. Omdat er voorheen al pogingen gewaagd waren om het mechanisme te introduceren. Zeg maar, er was een loge perseverance. En noem maar op, maar door allerhande omstandigheden is dat doodgebloed, zeg maar. Dulder geeft verder aan dat er een duidelijk onderscheid is tussen een loge en een koert. Beide organisaties hebben hetzelfde doel, maar bewandelen verschillende wegen om die te bereiken. De loge had bij haar ontstaan alleen maar mannen. De vrouwen kwamen pas veel later bij. Dulder legt uit wat de loge als organisatie betekent voor haar leden. Maar met mannen van goede naam, begrijp je, die het doel nastreven om voor zichzelf. Want je werkt naar jezelf. Begrijp je? Het is geen organisatie die je moet dat worden of je moet dat worden. Je moet aan jezelf worden. En simpel gezegd, het is een organisatie om aan jezelf te werken. Om een beter mens te worden, zeg maar. Begrijp je? Dat doel is eigenlijk het hoofddoel dat we nastreven. Dulder meent dat de organisatie heel veel werk aan de winkel heeft, omdat de loges te kampen hebben met vergrijzing. De organisatie moet kijken hoe zij de omslag moeten maken naar de jongere generatie. De instap voor een lidmaatschap in een loge is 18 jaar.